kutzooi! Kutzooi! dit is Italië. Kut! Yeah. Yo, kijkers van het goede leven. Ik ben hier samen met Milan van... Giant Sprite, we gaan geoguessen doen. Je zou het niet geloven, maar we hebben meerdere potjes al gespeeld. Weer een potje van Milan's kanaal. Als je weet hoe het afloopt, moet je maar kijken. Ik wou net zeggen. Hoeft niet. Milan, wat is dit? Dit is... skills. Als het goed is. Nee, het is niet goed. Kut. Hoppa! Je hebt nu al meer punten van me afgehaald dan... Nee, dat is niet waar. Ja, nou, het potje nog niet gaat het beter. Ik zat dus ook aan Noorwegen te denken. Je gebruikt mijn tactiek, Milan. Mm-hmm. Oh, dit ziet goede huisjes Noorwegen. Oké, ik heb een land. Sander, er stond iets op dat ding en het vergroot het. Enhance. Hold on a second, I'll enhance. Ik zo allemaal dingen, dan kan Sans er toch uit halen dat het niet zo raar is. Is hier een website? Nee. Ik hoor altijd, je moet blijven praten, anders is het saai. Alleen dan ben ik aan het focussen en dan is het in één keer zo van... Ja, dat is lastig. Dat is bijvoorbeeld met Mario Kart is dat dus ook zo. Ik kan met Mario Kart ook, die opnames die zijn leuk omdat ik het speel, maar niet omdat mijn commentaar zo goed is. Oké, amateur Simon. Laten we eens jouw taakbalk bestuderen. Je hebt Discord openstaan. Chrome, wat logisch is, want daar moet je GeoGuessr op spelen. Spotify heb je niet nodig tijdens een fucking opname. Excel? Waarom heb je die nodig, hè? Ben je ondertussen voor school bezig? Niet handig. En oh, ja, dat is best logisch. Door naar de video. Daarom doe ik ook nog eens nooit gameplay, nooit series, omdat ik gewoon niet 20 minuten lang interessant ben. Ja, ja, het spel dat kan maar zo voldoen natuurlijk, hè? Dus ja, dan houdt het op. Ja. Yep. Ik heb echt geen flauw idee, maar ze hebben wel mooie waterkoelen die ik erg graag zou willen op het moment. Zou hier iemand ooit ijs kopen? Oeh, dat is een hele goede vraag. Vast wel. Ja, ik zie de ijskraan. Ja. Oeh, Selecta, dat is... Ja, ola, dat per land verschilt het hoe het heet. Dus op zich is dat best wel een goede hint. Klopt, alleen, ik heb geen idee welk land het is. Nee, voor mij, ik weet het. Ik weet het. Kijk, Sander, hier. Hier Sander, hierboven. Goed dat ik verder ben gegaan. Oh, nice, ik heb het gevonden. Zit je ook bij het Selecta bosje? Zag jij Filipijnen staan op het ijs? Nee, ik ben verder gelopen naar een kerk en daar stond Filipijnen. Ja, dat stond ook op dat ijsding. Oeh, dit is een mooi plekje. Mooie fjorden. Zeker een mooi plekje. Of het fjorden zijn, ja, nee, of, ja, het lijkt op als... Ja, er ligt nog wel een beetje sneeuw op die berg. Of het zijn huizen. En ik mag niet op het kleine zijweggetje. Dat is dit. Italië, ik zie een Italiaanse vlag. Dat moet wel. Mhm. Is jij maar voor Italië, ja? Wat grappig zou het zijn als het ook Italië was dan. Best wel heel erg. Ook de meest typische naam met Bella erin of Bella. Echt elke pizzeria ooit. Zo zijn Italiaanse restauranteigenaars. Die maken het gewoon dat het niet Italiaanser kan. Dat je meteen weet, dit is een Italiaanse gebeuren. Ja, op zich wel goed. Zou ik een gok doen. Ik denk dat we ongeveer even op dezelfde plek uitkomen. Mag ik nog een landcode vinden, spel? Want ik heb ook geen landcode gevonden, dus jij ook niet. Hier is een auto helemaal vol merchandise met Arsenal spullen. Oh. What the fuck? Huh? Wel IJsland. Ik wist het niet. Ja, Finland, dat is... Finland is meer een safe optie. Misschien de kijkers gewoon dat we allebei... Ja, spannend. Jan, mag ik meer spannende muziek? Ook heeft het spel spannende muziek, maar meer. De Grieken zoveel. Ik wil meer! Meer spannende muziek. Oh, Milan, wat doe je? Ik zeg niet wat ik doe, want anders weet jij het ook. Oh, dit gaat punten kosten. Dat hoop ik, ja. Kutzooi! Kutzooi! Dit is Italië. Kut! Ja. Je weet de tactiek! Ja. Als je voor staat in de healing ronde, dan moet je altijd gewoon voor de punten gaan. Hier, 16 punten voor jou. Ik dacht deze keer, ik ga niet Amerika doen. Ook was te zien aan de weg trouwens, bedenk ik me net. Want de gele strepen, dat is best Amerikaans. Ik heb dus van zo'n Simon gehoord dat als de grond rood is, dat er heel veel ijzer in de grond zit. En welke landen hebben ze voor ijzer? Dat weet ik niet. Australië, Afrika. Nou, eigenlijk overal wel. Gewoon sowieso rond de evenaren. Zie je het wel. Zie je het gewoon beter. En er is nog een ander cruciaal detail. Waar ik niet heel veel vertrouwen in heb eigenlijk. Maar
Deze zijn zeer pittig. Het is weekend, ik kan niet nadenken nu. Dat is alleen nu, hè? Ja, anders ook niet. Niet zo goed. Okay. Focus. Focus, Simon. Oh, Milan! Ik heb wel echt een gewaagde gok gedaan, overigens. Ik hoop dat die verkeerd is. Ik gun jou een verkeerd antwoord. Oh, hé, dat is toch Australië. De grond was toch groot genoeg dat het Australië was. Alleen, ik heb dus van iemand een tip gekregen die dus helemaal niet klopt. Ik zat dan aan die hekjes te denken. Nou, blijkbaar als de zon in het noorden staat, dan zit je in het zuidelijk halfrond. En andersom ook, maar dat was nu helemaal niet. Dus er is tegen me gelogen. Ik ben blij dat ik die tip niet heb. Ik zie een taal waar ik niks van snap. Ja, ik denk dat ik weet waar we zijn. Ja, aan de taal kan ik het zien waar we zijn. Ja, jij wel. Het is grappig dat ik dat wel kan zien. Ik zou je straks... Oh! Omdat ik nu al Turk ben, snap je? Ja, ja. Ik denk, ga je niet doxen in de video? Maar dat is ook precies wat ik dacht. Kijk naar mijn nickname. Of naar mijn naam in de game. Oh, is dat ook gewoon Milan? Ik zat te denken, het was... Oh, die S, dat is... Ja. Slava, oh jee. Oeh. Je hebt toch niet hetzelfde genoeg als mij, hè? Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Huh? Huh? Stop. Punt SE, dat is Zweden. Ik dacht dat ik punt DE zag bij whitewash nog wat. Er stond iets met whitewash nog wat punt DE. Ja, bij mij stond SE, dat ja, is Zweden. Ja, maar ik heb slecht internet, hè? Ik ben in de middle of nowhere. Maar dus ik bedoel... Eigenlijk heb je gewoon een unfair advantage middel en moet je gewoon niet zo zeur, hè? Oké, mag ik alleen dan wel zeggen dat we dus niet in Zweden zaten? Ja, nee, dat was allebei fout. Oh, dan hebben ze wel een paar mooie auto's. Ja, alleen het is wel een buurt waar je weer niet doodgevonden wil worden, waar je waarschijnlijk wel doodgevonden wordt. Ja, de kans is gewoon, er wonen heel veel oude mensen hier als ik het zo zie. Dus op een paar plekken. Jij komt in één keer aan, oh, dit ene bosje herken ik. Geocacher Master, waarom zijn deze deuren ingepakt? Wat is dit? Iemand jaren. Ik twijfel echt tussen twee dingen. En die twee dingen die zijn erg, ze zijn een beetje tegenovergesteld van de wereld van elkaar. Dat is niet handig, laat ik het zeggen. Zo. Dus YOLO! Ik heb de gok verkeerd gedaan, zie ik net. Maar zag je niet overal Russische, of nou Russisch, laten we zeggen, tekens die niet worden gebruikt in... Ik heb de tekens niet gezien. Ik zag zo'n auto en ik denk dat het moest van Cuba. Toen zag ik later, oh, dat is een blok huis. Ja, mijn internet, die kan in details natuurlijk niet zo snel laden. En jij hebt natuurlijk een beter beeldscherm. Oh, gaan we weer. Ja, sorry dat ik de waarheid... Dat je zo slecht tegen je verlies kan, had ik niet verwacht. Nou, verlies zou ik het niet noemen. Ik zou het gewoon oneerlijk noemen. Zegt iedereen die slecht tegen zijn verlies kan. Ik moet gewoon GeoGuessr tips gaan kijken en hoop dat ik dan wel win. Ik ga wel de vlaggen uit mijn hoofd leren en ik ga gewoon een hele... Nou, ik ken de vlaggen, maar... Ja! Ja, jij wel weer, hè? Ik ken wel de vlaggen, ja. Ik heb een groot brein. Ik zie bootjes en die bootjes zijn letterlijk... geblokkeerd van, oh, dit mag je niet zien. Jij wilt het lezen? Oh nee, toch niet. Of nee, toch niet. Oh, weet je wat ik me nou bedenk? Nee. Oh nee, nee, never mind. Het was niet goed wat ik dacht. Hoe kan Gokje doen? Ik weet het land, alleen ik weet niet waar op de kaart ik moet zijn. Topografiekennis! Topografiekennis, laat me niet in de steek! Jawel. Nee. Oh, ik weet precies welk land het is. Oké, welk land is het? Ecuador. Ja, dat dacht ik ook. Ik zit in Ecuador, maar het was geen Ecuador. Het was... Ik had het zelfs nog op die plek voor een tijdje staan. En toen heb ik op het laatste moment veranderd. Waarom? Sander, waarom? Weet ik het. Kijk, Sander is in beeld. Oh, de cutie. Nou, een beetje mager. Er zit niet heel veel vlees aan. Yo, betekent dit dat ik mee mag eten? Pog? Nou, dat past ook bij Sander. Sander is niet zo groot. Sander, dat heb je niet gehoord. Heb je gezien hoeveel scheid hier ligt? Oh, nu niet meer. Wat fuck? Ja, ik heb niet gezien hoeveel scheid er ligt. Ik kan met behulp van scheid zelf niet echt vinden wat het is. Heb je alweer tekens gevonden waarvan je het weet? Nee, nog niet. Ik probeer hier een busje te bekijken, maar die rijdt elke keer weg. Waar de fuck zijn we? Hier. Ik hoop niet dat ik mijn ding dat ik heb veranderd het heeft verpest. Nee, ik ben vrij zeker van een gok. Ik heb wel de letters gezien. En iets anders. Ik zie nu ook letters, maar daar word ik echt niet wijzer van, hoor. Ik wel. Ik ken iemand die in dit land woont. En daarvan zag ik snaps. En ik zag die letters komen bekend voor. Dit is natuurlijk Thailand. Ik zat eens te denken aan zo'n ander land. Ik spook van Thailand. Hoe is dit natuurlijk Thailand? Nou,
Dat was Thais, de taal die er stond. De Thais, zeg maar, die tekens zijn vrij apart en uniek volgens mij. Jij moet mij soms ook een momentje gunnen. Ja, oké. Okay. Dat heb je goed gedaan. Ik ben trots op je. Oei, ik dacht dat ik hem in de pocket had, maar nee. Oh ja, ook dat blauwe bord tegen iedereen overal overheen heeft geplakt. Nee, echt niet. Op dat bord heeft het sowieso gestaan, maar we hadden mensen wat overheen geplakt, waardoor ik het niet kon zien. Dat is toch een beetje pijnlijk. Ik zoek gewoon naar een bepaalde grote stad. Oh, ik wil gewoon snel een gok doen. Want ik heb geen flauw idee als ik in het goede stuk van de wereld zit te zoeken. Ik wil meer informatie zoeken en niet op één ding vastlopen. En dan is er weer een blok geblokkeerd dat ik niet zie. Ja, het is zeker al bijna zo goed als een nauwkeurige plek. Nee, want elke keer als ik een bord zie, dan heb ik er echt niks aan. Fuck, dat had ik niet moeten doen. Had ik niet moeten doen? Oh nee. Waarom deed je het dan? Omdat ik het toch moest doen. En ik zie het overheen geplakte bord. Kut! Oh, toch? Is het al bij. Toch wel. Ja, oké. Okay. Ik zag mijn naam waar ik aan het zoeken was, maar ze waren gewoon niet groot genoeg voor de kaart. Tier 5 damage. Maar dit is een plek waar ik zelf helemaal niks mee kan en jij gaat geluk hebben dat je wel de goede kant op gaat. Ja, dat is jezelf downplayen, dat heb je van Sander geleerd, of niet? Ja, jezelf indekken. Ja, dat kan Sander ook altijd heel goed als een Pokémon spelen. Misschien heeft hij het gewoon van mij geleerd. Dat kan ook. Ik ga sowieso dood en dan one hit KO'd hij gewoon de tegenstander. Ik zei het. Ja, was lucky. Of, nou nee, eigenlijk zou ik dan zeggen easy. Als ik verlies, hey, dat zeg ik altijd easy. Easy win, boys, zeg ik dan. Kut. Ja, maar waarom heb je nou alweer gekozen? Dat jij anders een hele goede plek gaat hebben, dan weet je het. Maar ik weet het niet. Ja, kijk, dat is mijn tactiek, want ik weet het ongeveer. Echt een mooie plek. Ik weet wel welke kant... Als ik op de kaart kijk, Sander, hier had ik eigenlijk moeten zitten. Ik zeg het je. Oh, letterlijk. Het mooie is, ik heb op de kaart... Minimap wijs ik aan, hier krijg ik moeten zitten. En het is precies daar. Precies. En we hebben gewoon een win! Nee, ik zag de rode huisjes weer. De berg. En ik had hem toen gelokt. En ik zag een klein beetje tekst volgens mij. Te later was ik nog verder aan het kijken. Toen was het nog meer bergen. Dit is nog noordelijker. Ik had echt helemaal geen idee. Je was mooi. Echt me veel te vroeg. Mooi. De tactiek heeft gewerkt. Heb ik Milan ingemaakt? Laat dan zeker een like achter. Heb ik Milan niet ingemaakt? Laat dan een like achter. Vergeet niet op het belletje te drukken, te abonneren en... En vergeet geen like achter te laten. Kijk ook even Milan's video. Op. Dat ook. Shine Sprites. Hij zegt vast wel wat in de comments. Dan kun je er gewoon op klikken. Precies. Dat lijkt me een goed idee. Doei.